Degene die langs in het bad blijft zitten, wint 5000 euro. Snel. Ah! Ja! Ja, zie je, ik ben al op heel veel plekken heb ik interviews gedaan, maar nog nooit... Tussen de wc-potten, baden en... Nee. Ja. Dat is leuk, toch? Een leuke andere ervaring. Zeker. Dit is dus jouw bedrijf? Ja, vanaf 2008 ben ik begonnen. En nu heb ik een grote onderneming met 160 man personeel en 6 winkels in Nederland. Ja. De eerste vraag gaat meteen ook daarover. Nou, echt? Hey, Zeet, oftewel Dutch Performante. Ik heb wel een vraagje, want van een tegelbedrijf hier in Zeewolde word je toch niet zo bekend? Ja, nee, tegels in Zeewolde, daar ga je niet meer redden. Alleen je moet het met marketing, moet je dat zo proberen zo groot mogelijk te maken. Ja, maar je bent natuurlijk ook van iets anders heel bekend geworden, door YouTube. Klopt, ik heb met wat influencers ook samengewerkt, zeg maar. Ik heb Don de Jong bijvoorbeeld heb ik geholpen met zijn ouders in de badkamer. Dit is het beste cadeau ever! En zo Knol, zeg maar, is ook een hele goede vriend geworden. Gast, je ziet toch dat ik mijn hand zwaai? Oh, een liedje hangen. Ja, iedereen in YouTube-land die kocht in één keer huizen. En iedereen die. Heb je de badkamer nodig? Ja, allemaal. Ja. Maar ja, je hebt het nodig, snap je? Ja. Je kan niet op de grond poepen plassen, snap je? Dus, dat, ja. Dus je hebt het nodig. Shade, hoe kom jij op die ideeën voor de gekste YouTube-video's? Doe! Ja, de mensen die mij kennen, weet ik niet alleen in het ondernemen, maar ook met. De dagelijkse dingen. Ik ben heel creatief met dingen verzinnen. Wow! Het wereldrecord popcorn. Ik vind het gewoon leuk, zeg maar, het onmogelijke mogelijker te maken. Hoi Shahid, hoezo heb je voor je Lamborghini de kleur goud gekozen? Bam, in de Lambo. Hij stond zo in de showroom en die verkoper zegt, nee joh, is echt een topkleur, super samengesteld. We kwamen terug op een verjaardag en ik zei, ja, ik heb een gouden. En iedereen lacht op de grond van het lachen. Dus ik vond hem echt. Dus ik had gelijk die Lamborghini. Die had gewoon spijt. Ja, ik had echt spijt. Het is toch 3,5 ton van auto. Hè? Dus ik dacht van, ja, heb ik nou de goede keuze of niet? Maar je bent uniek, niemand heeft een gouden auto, dus helemaal blij. Tenminste dezelfde. En als je nu jouw naam zegt, weet ze ook meteen gouden Lambo. Of badkamers. Lachen. Ik gebruik u niet elke dag natuurlijk. Zelf rij ik niet, maar iemand zit ernaast. Ik had zeg maar twee overtredingen en nu ben ik een rijbewijs kwijt. Maar het is gewoon dom. Eigen schuld. Hallo Shahid. Ik ben echt heel erg Lambo-fan. Dus mijn vraag was dat ik ooit jou eens een keer met jou samen in jouw Lambo mag rijden. Ja, ik krijg echt elke dag wel 100 vragen. Om mensen niet teleur te stellen. Nee. Ik doe het... Heel soms, of ik doe dat met de Make-A-Wish of hier in de buurt. Alleen, er zijn zoveel mensen die... Ja. En dat vind ik jammer soms. Ja. Maar goed. Nu ben ik toevallig ook best wel groot autofan. Dus ja, Klopt. Ik moet het natuurlijk stiekem toch ook vragen. Alleen, je mag mee, maar dan moet je wel zelf rijden. Echt? Echt waar. Oké, okay, even alvast naar handen. 100%. Nou, volgende vraag. Hey Shahid, wij zijn super fan van jou, maar onze vraag is eigenlijk, hoe ben je aan het meeste gedeelte van je geld te komen? Ja, het is niet in één dag gekomen. Hè. Kijk, het is echt, ik doe het nu 14 jaar. Het is gewoon ook hard werken. Ja, het is zeker hard werken. Hoe ik die Lambo heb verdiend, dat is echt door de tegeltjes en de sanitair. Dat komt je niet aanrijden, zo'n auto. Ja, want in je YouTube-video's zie je ook dat je veel geld hebt. Waarom doe je dat? Vind je dat belangrijk? Nee, niet. Maar ik zeg dat nooit. Van, ik heb veel geld of... Kijk, je ziet wel mijn materialen, de dingen die ik doe, maar ik zeg nooit wat het kost. En ik zorg wel dat mijn kinderen ook bewust zijn van geld en dat ze ervoor moeten werken. Dat wordt dan €18,53. Wilt u pinnen of contant? Dankjewel. Had je vroeger gedacht dat je meteen ook zo succesvol zou worden? Want je bent zelfs op je 14e gestopt met school. Ja, adviseer ik sowieso niet iedereen aan, zeg maar. Want met 8 volg je toch wel. Ik heb daar nu ook problemen, zeg maar, mee. Qua lezen, schrijven, Engels, dat soort dingen. Mijn grammatica is echt één grote grap, zeg maar. Dat was de laatste vraag, dus volgens mij is het tijd. Volgens mij, we gaan naar beneden en dan gaan we even met de Lambo rijden. Top! Nou, let's go. Wow, joh. Het is echt een dikke bak. Echt is hij nog anders, hè? Yo! Oké, gordel. Gordel, belangrijk. Ik zou zeggen, gas erop. Nou, tot morgen. Ja. Zo, rij van oor tot oor. Zeker! Dan geef je niet eens vol gas. Gaat helemaal goed dit. Waar gaan we even verder? Joejoe!